Ja, de camper staat daarachter. Hier hadden we ook erin kunnen rijden. Maar ja, dan sta je ook voor de bomen. Dan zie je ook niet echt iets. En zo staan we aan de rand van die grote parkeerplaats. We staan niemand in de weg. En we hebben toch het uitzicht op het water. En blokkeren niet die oprit, of hoe heet dat eigenlijk? Om de boot te water te laten. Ja, nee, inderdaad. Maar we zijn trotsdien. Maar we zijn toch lekker dicht bij het water. Dat wilden we graag, als het zo mooi is. En ja, het is een super plekje hier. Super rustig. Ja. Hier is ook niemand. Ofwel het zo'n echt goed warm weer is. 24 graden of zo. Het is echt fantastisch. Dus we gaan straks even de stoeltjes buiten zetten, denk ik. En ja, zullen zien. Ja, misschien kajak varen. Ja, is wel trouwens een stukje weer door onverharde weg. Ja, klopt. Een beetje, dus wel een aantal kilometers. Ja, 10 kilometer of zo zijn we nu overgegrind. Duurt wel, maar het loont, want het is gewoon precies. Heel rustig, heel mooi. Let the fun begin. Etenstijd. Yes. Even picknick. Soort tarwekorrels. met groenten erin. En heel nieuw, voor ons dan, tofu gemaakt van haver. Hebben we nog nooit erop. Vrij zout. Andere consistentie dan gewone tofu, maar wel lekker. Moeten we vaker halen. En ja, prachtig hier op het meertje ergens in Finland eten. Felle zon. Ja, ik ben net bezig broodje te bakken. Dus even water met gist, 37 graden, daarna meel erbij. En dan bakken we even een brood voor snelle middageten. Daarbij eten wij met of tet, tomatenmet, veganistisch met, zeg maar. En we hebben een kaas erbij. Ja, wij eten voornamelijk veganistisch of plantaardig, hoe je het wilt noemen. Maar niet uitsluitend. Ik heb leren schoenen, ik heb een leren jas nog. En wij eten af en toe kaas. Maar voornamelijk, het is vaak plantaardig. Ja, en rode linzen gaan we ook nog inweken voor vegan schnitzel. Voor vanavond dan, zo snel is dat niet. En een grote salade met van alles erin. Lekker hoor. Ah, ik heb trek. Ja, ik ook. Ja, zo ziet het broodje eruit. Het is oké, ik bedoel beter dan geen brood. Het is niet echt groot geworden, maar het zal zeker lekker zijn. Het is ongeveer half volkoren, half bloem. En de kaas is bijna klaar. En we hebben lekkere salade, dus nu gaan we eten. Oh, ik heb al trek. Yum, 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 yum. Ja, we staan nog even op onze favoriete plek op deze staanplaats, zeg maar, hier bij het meertje. Het is gewoon prachtig geweest. We stonden hier nu iets van 2 dagen of zo, 2 nachten? Ja, 2 nachten, zoiets. Zoiets, ja. En het was prachtig. Heel rustig. Ja. Er kwam 1 keer buurman met de snorfiets. Met de snorfiets langs. En een fietser die was aan de paddenstoel aan het verzamelen. Mm-hmm. Of zoeken. En voor de rest niemand. Nee. Heel rustig. Ja, 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 het enige is hier zo om de hoek. Zeg maar, je ziet geen huizen of zo. Je hoort wel iemand soms. Hier om de hoek staan 5
5 postbussen of zo. Ja. Super grappig. Zo midden in het bos zou je denken. Maar we zijn ook een stukje die kant opgelopen. En er zijn inderdaad ja, kilometer een paar huizen of zo. Inderdaad. Ja, 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 is wel iemand. Ja. Is grappig. Ja, maar we hebben genoten. Jullie hebben gezien. Hè? We waren kajakken. We zijn met de kano op het water geweest. Dat was gewoon zo leuk. Het is ideaal hier. Hè? Je hebt dat, hebben we al nu een paar keer gezien hier in Finland. Gewoon van die kleine steegjes waar je zo het water in kunt met je boot. Oh, van een boot spreken. Volgens mij was dat, is dat dezelfde als gisteren hoor. Ja, dat zou Toen kunnen. We op het water waren hebben we nog gedacht van, goh, zal die ons zien? Maar hij zag ons en ging alles goed. Nee, maar waar was ik? Oh ja, dus ideaal, hier kun je zo het water inlopen eigenlijk. Het is een rustig klein meertje. Dus heerlijk om met de kano even daar te zijn. En ja, we zijn wat wezen wandelen hier zo. Gewoon ja, door het bos weg, zeg maar. Dus gewoon een leuke plek. Ja, maar nu gaan we weer verder. Eten was lekker, is opgegeten. Oh, ja. Kano is ingepakt, zonnepanelen zijn weer plat. Precies, we zijn weer klaar om te Hoppa, gaan rijden. Ja. Ja, zo'n kleine tip tussendoor aan de Ducato 230 rijders. Ik heb ooit een video gemaakt als de brandstofmeter niet klopt wat je moet doen. En dat probleem trad weer op na een tijdje. Dus een tijdje is goed en dan komt het weer dat probleem dat die niet klopt. Dus dan moeten we weer het dashboard weghalen en even dik koppelen en weer aankoppelen. Dat is onhandig, maar nu heb ik gezien, je kunt dat kastje losdraaien. En dat kabel is lang genoeg dat je dat in dat vakje onderin legt, dat kastje. En dan kun je dat kastje even pakken, dik koppelen en weer aankoppelen. En dan is het probleem opgelost, hoef je niet elke keer dat dashboard weg te halen. Een klein tipje tussendoor. Dat is toch mooi? We zijn thuis aangekomen voor de nacht. En het is vrij stil. Hey, goedemorgen. Hey. Wij gaan het water in. Yes, even afkoelen. Want wij hebben even nog volleybal gespeeld. Voor het eerst sinds een hele lange tijd. Ergens toen we op school moesten. Tientallen zeg maar. Jaren. Ja, precies. En hier is zo'n volleybalveld. En gisteren was er nog een netje en vanochtend hebben ze dat afgebouwd. Precies. Dus september dus geen volleybal meer. Dus maar dan hebben we zonder netje gespeeld. Ja. En ja, vanochtend, kijk maar hoe mooi de zonsopgang was. Mm. Dat was rond 5 uur of zo. Ja, we zijn al de tweede nacht hier. En gek genoeg, ik word steeds om 5 uur wakker hier. En dan kijk ik naar buiten en de zon die gaat op. Het is gewoon prachtig. En daarna, dat was dan rond 8 uur, hoe die mist over dat meertje zat. Mm. Echt heel mooi en heel rustig in de ochtend. Ja, het is een heerlijk plekje weer hier hoor. Ja, en nu gaan we even afkoelen, want het is toch nog warm. Ja, het is ook heel lang geleden dat ik in een meertje ben gezwommen. Ja, ik denk 2009. Ja, want je ziet al die vissen en zo, dus 2009 ja. Hebben we in Reichenau gewoond, in Duitsland, ja. Op een klein eiland aan de Bodensee. En daar zijn we ook vaak wezen zwemmen. Dat was 5 minuten lopen naar het meertje. Ja. Of naar een bodemzee. Bodemmeer. En daar, ja. Ja. Maar ja, nu gaan we dit proberen. Ja, even kijken of we het redden. Of ik erin ga. Ja mensen, het is echt lekker hoor. We zijn wel een beetje aan de frisse kant. Maar we zijn in Finland ergens. In een meertje aan het zwemmen.
prachtig. Echt mooi. En dat in september. Maar hier is zo diep. Ik kan hier niet staan. Ja, maar ja, voor mij is dat een beetje te koud, eerlijk gezegd. Dus ik ga kijken in dat ondiepe gedeelte daar zo, of het daar wat warmer is en of ik daarin ga. Want ik ben nu tot de benen, zeg maar, erin. Maar ja, even kijken hoor. Ja, mooi hoor. Ja, nu super, zijn we weer zwemmen. Ja. Echt lekker hoor. Heerlijk afgekoeld. Ik was er niet helemaal in, want ja, het was mij toch een beetje te ijskoud. Maar wel zo de beentjes en de armpjes een beetje afgekoeld. Was wel lekker. Ah, ja. Hierachter hebben we net gezwommen, zijn we net bezig zwemmen. En ja, het is toch een beetje iets van zomer geworden hier. Ook al is het al september. Het wordt nu echt mooi weer. We zijn hier net aan het middageten aan het barbecuen. Ja, prachtig gewoon. Finland bevalt ons heel goed. En dit? Dit moet anders. Ik vind het wel leuk hoor. Wat vinden jullie van Bens kapsel? Is toch mooi? Moet hij zo laten, hè? Alleen een beetje de puntjes doen.